Erwin van der Looy, jouw kennende, weet ik hoe je je voelt op dit moment na een draak van de wedstrijd? Ja, maar ik denk niet alleen ik. Ik denk alle supporters die vandaag op de tribune hebben gezeten ook. En dat vind ik eigenlijk nog veel erger. Want we waren na de winterstop, vond ik, een hele goede samenwerking bezig tussen supporters en team. Konden elkaar naar mooie hoogte stuwen. Wedstrijden Go Ahead en AZ. Ja, en ik vind vandaag dat we elkaar in de steek hebben gelaten, maar ik vind ook dat we het publiek in de steek hebben gelaten. Michael Brouwer, moet jij je belabberd voelen als je nu terugkijkt op de wedstrijd van vanmiddag? Ja, dat voel ik me zeker. Ik schaam me diep voor wat we vandaag hebben laten zien. Ik ging er met hele andere gedachten in. Ja, moet ik erover zeggen. Het wordt een hele vervelende middag. De wissels die je hebt doorgevoerd, hadden die niet het gewenste effect? Nou, in het begin wel. Ik vond dat we na de rust best wel oké waren. En een aantal keren prima doorkwamen aan de zijkant. Jetro was aan de bal oké. Alleen ja, daarna hadden we ook een omschakelmoment. En dat natuurlijk nog een ongelukkig moment bij de goals. Dus ja, als je het zo ziet, dan waren ze zeker niet gelukkig. Een drama, 5-0. Betekent dat dat de dikste nederlaag is die je dit seizoen tegen hebt gekregen? Ja, qua gevoel sowieso. Volgens mij hadden we PSV thuis was het nog erger, maar dat voelde heel anders. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet. Ik ben zo teleurgesteld en ik schaam me zo erg dat ik eigenlijk geen fatsoenlijk woord erover kan zeggen. De wedstrijd vorige week tegen PEC Zwolle. Toen zeiden we al van, hopelijk is het een incident, maar het is het niet. Nee, ja, of je moet twee incidenten zien, maar we moeten wel duidelijk dingen anders doen en beter doen. En wat het meest tegenvalt vandaag is eigenlijk de reactie van het team na de 3-0. Weet je, dan laten we het lopen. En ja, dat kan volgens mij nooit in topsport, dat je het laat lopen. En dat je moet vrezen voor een nog grotere nederlaag thuis tegen RKC. Dat is niet de mentaliteit die je moet laten zien. De afspraken die vooraf gemaakt zijn die nagekomen? Nou ja, het feit dat we twee spelafvattingen tegenkrijgen is al een deel natuurlijk het antwoord. Daar waren we de laatste weken gewoon goed in. Daar stonden we goed, we vielen de ballen aan. En nu krijgen we daar twee goals uit tegen. Dat zegt wel iets over hoe je dingen doet. Heeft niet alleen in afspraken te maken, maar heeft ook in intensiteit waarmee je dingen doet. Wil je de bal aanvallen, dat soort zaken te maken. En dat had natuurlijk heel veel in deze wedstrijd ermee te maken. We wisten van RKC dat ze heel snel diepte zouden zoeken naar min. Als jij dan de bal hebt, kijk, je wil sowieso liever niet achterkomen, want dan moet je erachteraan, kunnen zij compact spelen en geef je veel ruimte weg. Dus dat is sowieso niet de ideale situatie natuurlijk. Maar als die dan lang wordt gespeeld, ja, dan zul je moeten lopen. Er is geen excuus om terug te lopen, om de ruimtes compact te houden. Ja, en als je dat niet doet en je laat dat lopen, ja, dan maak je RKC veel beter dan dat ze uiteindelijk zijn. En maak je jezelf veel zwakker dan dat je uiteindelijk bent. En dan krijg je zo'n uitslag. Wat was nou het breekpunt van de wedstrijd? Die 2-0 vlak voor de rust? Nou, ik denk eerder de 3-0. 2-0 hebben we, zijn een paar jongens in de kleedkamer. Weet je, we hebben hier voor gekkere stunts gezorgd. Dus blijf erin geloven. En ja, misschien 5 minuten in de tweede helft dat we wat aanvallen aan het aanvallen toekwamen. Maar ja, daarna werden we ook genadeloos afgestraft een paar keer. Wat je bedoelt is natuurlijk die 3-0 die viel. En toen zag je de kopjes naar beneden gaan. Ja, weet je, dat was een beste tik op dat moment. Maar in mijn ogen moet je dan proberen het daarbij te houden. En misschien nog proberen aansluitingstreffers te maken. Maar daar kwam het absoluut niet van. Nog 2 wedstrijden te gaan. Dat ene puntje. Dat hebben we al eens vaker meegemaakt. Ja, wat jij zegt is het sentiment natuurlijk wat zeker bij de echte Heraklieden en bij mensen die er ook 2 jaar geleden bij zijn geweest leeft. Ja, ik vind dat we daar een beetje moeten proberen van weg te blijven. Van we hebben dit al meegemaakt en we hebben dit al gezien. We moeten gewoon zorgen dat we ons niveau gaan halen. En dan gaan wij in de laatste 2 wedstrijden natuurlijk gewoon een minimaal 1 punt halen. Maar hoe bleef je daarbij weg? Nou ja, door je te focussen op voetbal. En we gaan morgen hier zitten met elkaar en die wedstrijd gewoon bekijken, bespreken. En dan gewoon trainen op echt dingen die beter moeten. En uiteindelijk moet er een elftal staan tegen Excelsior, met wie dat dan ook is. Die in ieder geval de bereidheid hebben om allemaal
keihard te knokken voor Heracles. En dat is wat ik zeg, dat is iets wat ik het laatste half uur zeker gemist heb bij mijn ploeg. En dat irriteert me echt mateloos.